Hoi en welkom bij weer een nieuwe video. Deze keer een Plumme.me video voor de maand juli. Ik heb vooral wel expres al verschillende plaatjes, gewoon textuurblaadjes en dergelijke, uit de verschillende boekjes van mijn afgelopen shoplog gehaald. Dus alles komt eigenlijk van de Action af. En deze ga ik gebruiken voor mijn spreads. Ik heb voor de titelpagina besloten dat ik een Dutch door maak. Dus daarom dat je hier twee losse velletjes ziet. Hier doe ik van tevoren alles op uitplannen en plakken voordat ik het daadwerkelijk in mijn journal plak. De Dutch door is 10 centimeter breed. En verder gebruik ik nog een roze Posca marker en dit zilveren bladzilver van de Action met wat speciale lijm om nog wat extra accentjes toe te voegen. Als ik eenmaal tevreden ben met het gehele resultaat, is het tijd om hem in mijn journal zelf te plakken. Om het allemaal in geheel te laten lopen, eigenlijk heb ik nog een klein stukje van het velletje van de vorige die ik hier nog aan de linkerkant naast mijn maandkalender plak, zodat het voor het zicht als hij open ligt allemaal bij elkaar past. Verder gebruik ik hier nog een roze banner aan de bovenkant om nog wat extra kleur toe te voegen. En weer dezelfde Posca marker gebruik ik voor de maand juli neer te zetten. Door middel van een zilveren Posca marker doe ik een drop shadow aan de lettering toevoegen. En op die manier is de titel duidelijker zichtbaar. Plus nog een leuk accentje die overal steeds weer terug gaat komen. Terwijl ik hier bezig ben met alle vakjes uit te tekenen, had ik op dat moment toch niet door moeten toegeven dat het er 6 waren in plaats van 7. Dus iets later kom ik erachter en voeg ik ze maar snel toe. En daarom dat je hier nou boven in de hoek een dingetje getypex ziet. Ik gebruik deze cijferstickertjes. Deze komen van AliExpress af. Deze heb ik in verschillende kleuren toen de tijd besteld. En die blijf ik toch wel steeds gebruiken in de kleuren die toepasselijk zijn. Om alles nog een beetje op te vrolijken, doe ik nog wat stickers toevoegen, wat cutouts, ook een beetje de typex weg vermoffelen als het ware, net alsof het allemaal zo had moeten zijn. Voor de maandkalender zijn trouwens de hokjes 2,5 bij 2,5 centimeter. En dan ga ik nou door naar de weekly spreads. Dezelfde Dutch door doe ik ook hier weer toepassen. Dus ook hier weer een Dutch door van 10 centimeter. En allereerst pak ik hier dit lichte patroon op licht roze papier die uit de Bullet Journal scrapbooking boekjes komt als basis. Aan mijn vorige journal kwam ik er al snel achter dat op het moment van gebruik dat de spread die ik ook nou ga toepassen het meest toepasselijk is voor mij. Dus wat ik eigenlijk doe is gewoon de titel zelf heel simpel houden, zodat ik meer dan genoeg ruimte heb om dingen toe te voegen. Ik kan hier zelfs nog eventueel in het midden een lijn door de pagina heen doen om het op te splitsen tussen events en to-do, maar voor nu laat ik het zo. Verder heb ik een kleine habit tracker hier bovenaan toegevoegd en nog gewoon een kleine cut-out ter decoratie. De laatste week van de maand juli is maar 5 dagen, dus in plaats van nou een Dutch door hier aan de rechterkant toe te voegen, kan ik nou de habit tracker onderaan de pagina toevoegen en heb ik hier aan de rechterpagina gewoon een lege pagina met een patroon papier wat ik heb toegepast. Ik zat erna te kijken of me hier eventueel nog een quote toe te passen, maar er waren zoveel quotes en alles vond ik niet echt erbij passen op het moment. Maar dan kan gerust zijn dat tegen de tijd dat het echt juli is, ik wel een quote tegenkom die heel erg toepasselijk is en die voeg ik dan altijd nog even toe. Tussen elke titel van de dag zit trouwens 2 centimeter ruimte als je dit soort speceringen ook zelf wil aanhouden. En dat was eigenlijk al deze Plumme.me. Laat ik jullie nu even zien het hele eindresultaat zien. Allereerst de titelpagina. De maandkalender en de diverse weekly spreads. Zoals je ziet veel roze, veel mintgroen, steeds terugkomende kleuren en bij de rest gewoon
een beetje basic gehouden, zodat ik meer dan genoeg ruimte heb om echt mijn dingen zelf op te schrijven. Dat was het weer voor deze video. Hopelijk vond je hem leuk. Als je hem leuk vond, vergeet deze dan vooral niet een duimpje omhoog te geven. En wil je deze video's vaker zien, ik vooral abonneer op mijn kanaal. Tot de volgende keer weer!